jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik een video maken over een contest waar ik al een tijdje aan meedoe. En dat is de Best Beauty Tip Award van I Love Beauty Event, georganiseerd door Miss Lipgloss. En zij vroeg ons om een beauty tip in te sturen. En dat kon je in 3 categorieën meedoen. Dat was 1 make-up tip, 2 nail tip en 3 was de haar tip of hair tip. En ik heb meegedaan met de make-up tip. En dat was omdat ik op festivals afgelopen zomer waren die bohemian tattoos helemaal in, zeg maar, op je gezicht en zo, al die gekke versieringen. En ja, ik wilde dat dus ook doen. En ik heb het geprobeerd met smink en met make-up en het bleef maar elke keer niet zitten, omdat je dan, als je dan in de zon loopt, dan smelt het weer van je gezicht af als het ware. En ja, je veegt het heel makkelijk weer weg. En ik heb ook wel eens die plaktattoos geprobeerd en wat daar het nadeel van was, is dat het echt te goed blijft zitten. Dus dat je het de volgende dag gewoon echt af moet boenen. En dat je huid dan helemaal rood wordt of kapot gaat. Dus dat vond ik ook niet zo'n goed idee. Dus wat heb ik een keer gedaan? Ik heb gewoon nagellak gepakt en dat geprobeerd. En ja, wonder boven wonder bleef het gewoon echt het hele festival gewoon goed zitten. Het ging niet eraf zweten of wat dan ook. En de meiden kwamen ook allemaal naar me toe van hoe heb je dat gedaan? Want je kan natuurlijk zelf allemaal leuke versieringen ervan maken. Dus ik heb mijn eigen creativiteit erop losgelaten. En vandaag wil ik je eigenlijk laten zien hoe ik dit gedaan heb. Dus ben je benieuwd hoe ik dat doe? Blijf dan vooral kijken. Oké, voor de eerste look, wat hebben we nodig? Ik heb een zilveren nagellak en deze is van Saffron Nail Polish. En ik heb een zwarte random nagellak. Ik weet niet eens van welke dit is. Volgens mij heb ik hem ooit in Turkije gehaald voor €1 of zo. En wat we ook nodig hebben is een klein kwastje. En deze is van Real Techniques. Het is eigenlijk voor je eyeliner. Maar goed, dan kun je dus ook heel makkelijk van die tattoos mee maken met nagellak. Oké, en als eerst ga ik dus de zilveren nagellak gebruiken. Ik leg het kwastje eventjes neer. Ik pak het kleinere kwastje. Ik haal er een beetje uit. En dan ga ik vanuit het midden, hier tussen mijn wenkbrauwen, net iets erboven, wil ik een soort van traantje maken, een druppeltje. En je moet wel beseffen dat dit de grootste gaat worden. De rest wordt allemaal wat kleiner, want die ga ik er dan naast doen. Dat is de eerste. En dan werk ik zeg maar zo hier boven mijn wenkbrauw, naar boven tot het einde hier. En dan maak ik allemaal van die kleine druppeltjes. En ze worden ook zeg maar steeds wel een soort van kleiner. Ik weet niet of je het kan zien, maar hier heb ik dus al de eerste rij gedaan. En dan ga ik verder naar de tweede rij. En dan zorg ik dat ik elke keer die afstand gelijk aan hetzelfde aantal wat ik hier heb gedaan, ook bij mijn andere wenkbrauw ga doen. Zodat die mooi symmetrisch wordt. Dan gaan we verder naar de zwarte nagellak als dit droog is. En wat doe ik in de tussentijd? Ik maak het kwastje even schoon. En dat doe ik gewoon met een watje met aceton of nagellak remover. Zo, de eerste laag is nu droog. Het is goed zilver. Je kan het misschien nu niet zo goed zien, omdat het een beetje donker hier is. Ik heb niet zoveel licht vandaag. Maar zo, ja, met een lampje erbij kan je wel echt goed zien. En in de zon zie je het dus ook echt heel mooi helemaal glinsteren. Oké, door naar de zwarte nagellak. En dan maak ik hele kleine rondjes of stipjes midden in dat druppeltje, zodat het meer dimensie krijgt. Goed, dit was dus de eerste look. En deze heb ik geïnspireerd op de look van Vanessa Hudson op de Coachella Festival. Die zag ik een keer op een foto en dacht ik, oh, dat is zo leuk, dat ga ik ook doen. Dus dit was de eerste. En we gaan nu door naar de tweede. En hiervoor ga ik eerst deze eraf halen, zodat ik jullie zo terug. Nou, ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik heb het kwastje weer schoongemaakt. En voor de volgende look heb ik nodig een gouden nagellak. En deze is van de H&M. En weer een zwarte nagellak. Maakt niet uit welke je wil. En ik ga hiervoor een zo'n stud paletje gebruiken van de Action. Dan gaan we beginnen. En ik gebruik hier eerst voor de zwarte nagellak.
En ik teken een streep op mijn voorhoofd. En als je moeite hebt, is het, omdat je dan snel gaat trillen en zo, is het makkelijker om je hand op je gezicht te leggen. En dan heb je meer stabiliteit. Het wil niet echt lukken. Ik schiet de hele tijd uit. Nou, ik ben wel tevreden met mijn streep nu. Kan beter, maar goed. Dan ga ik weer even het kwastje schoonmaken met wat je met Aston. En dan pakken we de gouden nagellak. Je moet wel zorgen dat hij niet gaat druppelen, want ik had hem net te ver erin geduwd. En dan komt er in één keer heel veel nagellak op je kwastje. En dan de kans dat hij gaat druppelen. Dus daar moet je wel voor zorgen dat hij dat niet gaat doen. Maar ook weer niet te weinig, want ik kan je niet tekenen. En wat ik nu ga doen is een soort van V'tjes maken daartussen. Oké, als we dat gedaan hebben, ga ik deze stuts gebruiken. En ik doe aan de onderkant een beetje nagellak, zodat het beter blijft plakken. En dan plak ik ze er vervolgens gewoon op. En dat kan ook met een pincet, maar ik vind het makkelijk om met mijn handen te doen. Doe ik hier even wat meer nagellak, zodat het straks blijft plakken. Je hebt drie maatjes. Je hebt grote, je hebt middel en je hebt kleine. En dan kan je zelf kiezen welke je gebruikt. Ik ga denk voor de middelste. En ik denk dat ik eindig met een kleinste, zodat het van groot naar klein gaat. Oké, dit heb ik er ook weer net afgehaald en weer een beetje foundation op gedaan. En nu gaan we met de laatste verder. En hiervoor heb ik een groene nagellak gepakt van Essence. En ik heb een witte gepakt en deze is gewoon van de Etos, ooit die ik gratis heb gekregen. Hiervoor hoef je helemaal niet van die hele dure nagellakjes te gebruiken. Je kan gewoon hele random goedkope nagellakjes pakken. Ik pak eerst die donkere. En nu gaan we hier bovenop mijn wang tekenen. En ik maak gewoon stipjes of rondjes. Oké, ik heb er nu 5 gemaakt. En dan maak ik mijn kwastje weer schoon. Je kan zeggen, ik vul het op met witte stipjes. Je kan ook zeggen van, ik teken bijvoorbeeld een leuke pijl bij. Dat is natuurlijk ook een beetje die bohemian tekeningen. En dit geeft ook een heel leuk effect. Nou, dat was deze video dan alweer. Voordat ik het ga afsluiten wil ik wel even vertellen dat ik nagellak heb gebruikt. En nagellak is een product dat eigenlijk bedoeld is voor je nagels en dus ook vrij agressief is. Dus pas alsjeblieft op met op je gezicht te gebruiken. Vooral als je een gevoelige huid hebt of als je bepaalde allergieën hebt. En rondom je ogen moet je echt oppassen. Dat moet je niet zomaar daar gaan smeren. Dat wilde ik wel even vermeld hebben, dus dat ik geen klachten straks krijg. Het is wel geheel op eigen risico. Maar mocht je geen gevoelige huid hebben, net als ik, dan is het wel super vet. Want je kan wel echt je eigen inspiratie, eigen ideeën op loslaten. En heel eigen tattoos vormen op je gezicht. En dat is voor het festivalseizoen natuurlijk echt super vet. Of welk feestje je ook hebt. Aanstaande zaterdag op 12 december en 13 december op 12 december is de uitreiking van de Best Beauty Tip Award op I Love Beauty Event in de Jaarbeurs Utrecht. Ik heb dus meegedaan met deze make-up tip en ik ben genomineerd. En ik kan dus kans maken op deze prijs. En dat is €150 aan make-up van Deborah Milano. Dus dat zou echt super vet zijn als ik dat win. En je krijgt een heel leuk award. Dus ja, ik hoop dat ik jullie daar zie. Kon je daar nou niet bij zijn, maak je geen zorgen. Ik zal alles vloggen en alles filmen. Dus hoef je niks te missen. Maar het zou wel leuk zijn als ik jullie daar zie.
Verder wil ik je hartstikke bedanken voor het kijken. Mocht je deze video nou leuk vinden, steek dan de duimpjes omhoog. Dat zou me heel erg blij maken. En abonneer op mijn kanaal, dat kan hieronder. En verder hoop ik je snel weer in mijn volgende video te zien. Dus tot ziens. Doei doei.